Maandagmiddag werd het hoogste punt van de Ronald McDonald Hoeve in Beesterswaag bereikt. Fries kampioen Vierleppe, Bart Helmholt, klom met een springstok naar het hoogste punt, waarna hij een vlag in de nok van de voorgevel plaatste. De hoeve staat op het terrein van Revalidatie Friesland. Gehandicapte kinderen en jongeren kunnen er vakantie vieren. Met familie en vrienden, maar ook met de eigen schoolklas. Ook ouders kunnen in de hoeve overnachten wanneer hun kind in behandeling is bij Revalidatie Friesland. In augustus worden de eerste gasten in de hoeve verwacht. Nou, daar gaat Bart dan en hij gaat helemaal naar boven. En de bedoeling is nou geloven dat er een vlag in de top gaat. Ja, Bart is geen natuurlijk, die kent dat. Dek komt de vlag en we gaan hem een daverend applaus, beste meisjes. Bart Helmholt, Fries en Nederlands voor jullie op kampioen. Hij doet de vlag in top van de Ronald McDonald Hoeve. Mark Stallinga, manager van de Ronald McDonald Hoeve. We kennen de Ronald McDonald Huizen, maar een hoeve nog niet. Nee, die is nieuw inderdaad. En het is in die zin ook nieuw dat mensen hier vakantie kunnen komen vieren. De Ronald McDonald Huizen zijn echt met name bekend van hun locatie bij de ziekenhuizen. En daar logeren dus de ouders van het zieke kind. En wat het grote verschil is met een accommodatie als de hoeve is dat echt hier het hele gezin vakantie kan komen vieren. Dat is een hele mooie voorziening. Ja, wij zijn er ook uitermate blij mee. Ik zei zo pas in mijn openingswoordje inderdaad dat ik niet kan wachten tot de deuren open gaan. Wij streven naar 1 augustus om operationeel te zijn en de eerste gasten welkom te heten. En we verwachten er heel veel van. Wat kost zo'n hoeve? Zoals die hier komt te staan is het totaalplaatje 2,2 miljoen. En dat wordt allemaal opgebracht door het Ronald McDonald Fonds? Ja, we moeten het zelfstandig helemaal doen. We krijgen geen overheidssubsidie. Dus dat is inderdaad met sponsors en fondsenwerving moeten we dat bedrag bij elkaar zien te krijgen. Hoeveel mensen kunnen jullie kwijt in de hoeve? Nou, we hebben een maximale capaciteit van 40 personen. We krijgen 4 vakantieappartementen op de begane grond. Die zijn bedoeld voor gezinnen van 4 tot 6 personen maximaal. Dus dan heb je op de begane grond 24 personen. En op de eerste etage komen 4 gastenkamers. Die zijn voor 2 tot 4 personen. Dus dan kom je op 16, maakt 40 in totaal. Het is niet alleen voor individuen, maar ook voor schoolklassen, las ik. Ja, klopt. Ja, we richten ons voor de gezinnen zeg maar, toch hoofdzakelijk op de schoolvakanties. Het is natuurlijk wel zo dat mensen met een kind tot 5 jaar of boven 18 of 21 jaar leerplicht, dat die ook buiten de vakanties hier mogen komen. Maar daaromheen hopen natuurlijk ook mensen in de hoeve welkom te mogen heten. En dan kun je denken aan schoolkampen, aan sportkampen. We hebben hier een sporthal vlakbij die met Paralympische kwalificaties is. Dus dan kunnen mensen daar lekker aangepast sporten en hebben ze in de hoeve een schitterende accommodatie, denk ik. De aankleding voor de hoeve is ook al geregeld, want je kreeg net een prachtig schilderij. Ja, de buren, dat zijn de kinderen van school Lindenstein. En wij vinden het altijd leuk om hun daar ook in te betrekken. Ze zijn heel enthousiast. Ze vinden het natuurlijk ook reuze spannend wat er allemaal bij de buurman gebeurt. Dus ze hebben gevraagd of ze ook hierbij aanwezig wilden zijn. En als verrassing hadden ze inderdaad een schitterend kunstwerk gemaakt. Dus daar zijn we erg blij mee. Het is hier bijna een klein koninkrijkje. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, we hebben hier de hoeve en een beetje eigenwijs mag ik wel zeggen. Hopen wij straks ook een beetje wat een centrale rol te mogen spelen. Met op hetzelfde terrein inderdaad een manege, een schitterende sporthal en natuurlijk het gebouw van Revalidatie Friesland.